Gisteren woensdag is een gesprek geweest onder leiding van de president met Ravaksuur, de clusterminister, het onderhandelingsorgaan van de overheid, de Belastingdienst en enkele DNA-leden. Onderwerp van bespreking waren de lokale omstandigheden en de mate van ongerustheid die in de samenleving bestaat, naar aanleiding van onder andere de uitvoering van het tweede deel van de BTW-wet die per 1 november jongstleden is ingegaan. Naar aanleiding van die uitvoering van dat deel van de wet is ongerustheid en is bezorgdheid dat prijzen erg stijgen en wordt de aandacht gevraagd van de regering. Wat dat gesprek bij de president gisteravond onder leiding van die president heeft plaatsgevonden in een beleefde en duidelijke sfeer waarin Ravaksuur haar zorgen kenbaar gemaakt heeft. De regering heeft geluisterd naar die zorgen die kenbaar gemaakt zijn en luistert ook naar zorgen die kenbaar gemaakt worden door anderen in de gemeenschap. Het is niet zo dat die aan de regering voorbij gaan. In dat gesprek met Ravaksuur is gisteravond de basis gelegd om voor voortgang, voor gaan naar de toekomst. Er was grote overeenstemming over het feit dat we in elk geval niet verloren mogen laten gaan wat reeds weer opgebouwd is. Alles wat bereikt is in macro-economische zin, koersstabilisatie, weer reserves bij de centrale bank, een dalende inflatie, die inflatie is er nog, hij is nog hoog, maar hij daalt heel duidelijk. Dat is werk van gezamenlijke inspanningen. Dat is niet alleen werk van de regering, maar daar hebben wij steun van vakbeweging en van bedrijfsleven en de gemeenschap mee gehad. En daar zijn offers gebracht. En het is ook duidelijk dat als vanuit de sociale partners kenbaar gemaakt worden, dat die offers pijn doen, dat de regering daarnaar luistert en wil kijken wat daar aan gedaan kan worden. Maar het is wel zo dat er overeenstemming is dat wat er bereikt is niet verloren mag gaan, maar dat die stabiliteit die bereikt wordt, langzaam maar zeker en duidelijk door alle inspanningen, dat zichtbaar moet worden, duidelijker, sneller zichtbaar moet worden in het dagelijks leven van mensen. Dat leven ook makkelijker, vlugger, makkelijker moet worden. In dat opzicht heeft ook hier Ravaksuur een hele constructieve bijdrage geleverd door te zeggen dat zij niet pleiten om de BTW af te schaffen. Dat zijn ook de andere bonden niet. De bonden die in actie zijn, ook die bonden hebben nooit gepleit voor afschaffing van de BTW. Wel voor een betere toepassing van die BTW. De regering is het daarmee eens. Er is wat dat betreft geen verschil van mening over het feit dat die BTW wel moet worden ingevoerd. Er is ook overeenstemming erover dat die BTW kanttekeningen heeft. Dat die op een aantal punten beter moet. Dat die beter uitgevoerd moet worden. Wij zoeken de ruimte om dat te doen. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. De basisgedachte is, en ook hier denk ik dat daar overeenstemming over is, zeker met Ravaksuur, dat het niet des regerings is om die wet die door de Nationale Assemblée is goedgekeurd, om die wet buiten werking te stellen of die wet te gaan wijzigen. Het is de bevoegdheid van de Nationale Assemblée om daarin veranderingen aan te brengen. Daarom was het ook belangrijk dat de Assemblée gisteren in dat gesprek aanwezig was. Althans, leden van de Assemblée. De Assemblée was daar niet volledig aanwezig en ook niet formeel als de Nationale Assemblée, maar DNA-leden waren daar heel duidelijk aanwezig. Wij zijn blij met het standpunt van Ravaksuur. En wat Ravaksuur dus ook zegt, kunnen we zonder nog dat we teruggaan naar de Assemblée kijken hoe we
die beleidsmaatregel waarvan we het allemaal erover eens zijn dat het belangrijk is om die beleidsmaatregel te treffen, om de BTW te innen, dat zonder dat we dat wijzigen, dat we opvang scheppen voor kwetsbare groepen. En ook in dat opzicht zijn daar goede voorstellen van gekomen. Die goede voorstellen sluiten voor een belangrijk deel aan op voorstellen die ook gekomen zijn op de voorstellen van de gezamenlijke vakbonden. En een deel van die voorstellen zitten in hun motie die ze vandaag aan de regering hebben aangeboden. Er zit moeilijkheid bij de bevolking en met name bij de kwetsbare groepen. Maar er zit ook moeilijkheid bij de regering. Wij moeten met wat er is, moeten we rondkomen. De vakbeweging zegt terecht, maatschappelijke groepen zeggen terecht, gaat geld halen waar het is. Daar worden stappen in gezet. Het geld wordt gehaald bij de mensen met vermogen. Alleen, je voert het vandaag in, de effecten zijn over een paar maanden zichtbaar, begin volgend jaar. Wanneer wij zeggen, verhoog de BTW op brandstof, is de bedoeling niet om de kwetsbare groepen te treffen. Maar als wij 2 SRD van de brandstofprijs eraf halen, betekent dat de regering 1 miljard aan inkomsten verliest. En die inkomsten gaan voor een belangrijk deel naar rijke mensen, naar de smokkel en naar de illegaliteit. Dat is niet wat we willen. We hebben liever dat het 1 miljard naar de regering komt en dat wij kunnen zeggen, met dat 1 miljard kunnen wij werken aan verbeteringen van de salarissen en aan verbetering van toelagen aan de armste groepen. Bij de afbouw van subsidies bij de EBS is het volledige bedrag van 260 is in die 1800 SRD aan de armste groepen teruggegeven. Bij de afbouw van de subsidies op de brandstof is een belangrijk deel van die 1800, daarin zit een belangrijk deel compensatie voor de stijging van brandstofprijzen. En met Ravaxuur gisteravond zijn zaken besproken. Kunnen we, en ook daar de gezamenlijke vakbonden die in actie zijn, die zeggen, kunnen we die BTW reviewen? Ja, we willen hem reviewen. Het moet ook, omdat die wet niet perfect is. Er zitten zaken in die wet die verbetering behoeven. Alleen, haal het beleid niet eronder uit. Zeg niet, stop dat beleid. Omdat daarmee ook de inkomsten voor de staat stoppen en daarmee beleid dat we kunnen voeren voor kwetsbare groepen stopt. Als wij die BTW-inkomsten wegdoen, ontstaat er een onmiddellijk gevaar voor de doorbetaling van salarissen van ambtenaren aan het eind van elke maand. Als we die BTW stoppen en terugdraaien, ontstaat er een onmiddellijk gevaar voor voortgang van de elektriciteitsvoorziening. Wij zijn bezig om stabiliteit te creëren, maar die stabiliteit is kwetsbaar. En ik zeg dit om begrip te vragen van de gemeenschap, dat terwijl wij beseffen dat de gemeenschap het moeilijk heeft, dat ook de regering elke dag probeert te kijken hoe we door kunnen besturen, hoe we kunnen garanderen dat de salarissen doorbetaald worden, hoe we kunnen garanderen dat stroom voor iedereen beschikbaar blijft. 2 weken geleden was de EBS bij mij om de tafel. Minister, we hebben een ernstig probleem. Wij krijgen slapeloze nachten, omdat we de brandstofrekening bij de EBS niet meer kunnen betalen. Niemand heeft daar iets van gemerkt, maar we stonden op het punt om afsluitingen van wijken te overwegen. Ik heb daar met de EBS voor 6 miljoen Amerikaanse dollars extra subsidie moeten tekenen voor de maanden november en december van dit jaar. Voor 2 maanden, 6 miljoen US dollars, 225 miljoen SRD. Dat geld moeten we nog zoeken. Maar als we dat niet hadden getekend, hadden we vandaag in een situatie gezeten dat wij de stroomvoorziening in alle wijken niet zouden hebben kunnen garanderen zoals dat vandaag aan de hand is. Ik vertel u dit om begrip te vragen dat er moeilijkheid is in de gemeenschap. Dat snappen we. Maar dat die moeilijkheid ook aan de kant van de regering zit. Het is iedere keer stappen
vooruit proberen te zetten. En wij beseffen dat die stappen te klein gevonden worden. Maar die stappen mogen niet zodanig gezet worden dat we de betaling van salaris aan het eind van de maand in gevaar brengen. Dat we de rust en de orde in gevaar brengen. En natuurlijk moeten er additionele maatregelen komen. Er wordt ook gepraat binnen de kringen van de regering en met de president voorop. Wat kunnen we doen om de prijzen van basisgoederen omlaag te brengen? Ik denk dat daar binnen 2 maanden duidelijke verbeteringen in zichtbaar zijn. Er moeten maatregelen komen die opgevoerd worden om prijscontroles te doen. Omdat de signalen dat van prijsopdrijvingen, die signalen zijn wel degelijk aanwezig en dat moet aangepakt worden. Zelfs als we dat niet 100% kunnen oplossen, is het belangrijk dat we elke dag op straat zijn en kunnen laten zien dat er maatregelen tegen getroffen worden. De voorstellen van Ravaxeur zijn dus, je kunt niet het beleid dat door het parlement is goedgekeurd, dat beleid terugdraaien. Wij zijn bijzonder blij met het standpunt van Ravaxeur. We zijn ook blij met het standpunt van de gezamenlijke bonden die zeggen wij zijn niet tegen BTW. Ik denk dat daar dus ook de basis is om met elkaar tot overeenstemming te komen. Maar de oplossing is niet het weggooien van de BTW-wet, waarvan we weten dat er verbeteringen in vatbaar zijn, om die te vervangen door een wet uit het buitenland die in Suriname niet gaat werken. De oplossing zit erin dat we met elkaar om de tafel gaan zitten en oplossingen zoeken. Met Ravaxeur is besproken dat wij gaan kijken naar de belastingschijven. In de regeertermijn vanaf 2020 zijn de belastingvrije schijven zijn opgetrokken van 240 SRD per maand naar 7.500 SRD per maand. En we gaan kijken hoe we die belastingschijven kunnen aanpassen, zodat er meer ruimte ontstaat voor de loontrekkers, zonder dat je de salarissen hoeft te verhogen. Het bijzondere goede van dit voorstel van Ravaxeur is dat hiermee niet alleen de ambtenarij geholpen wordt, maar ook de particuliere sector en de kleine zelfstandigen. Hier is een hele goede maatregel. Ik moet zeggen dat ook de gezamenlijke vakbonden een pleidooi hebben gehouden om te kijken naar de belastingschijven. Die belastingschijven, de introductie daarvan is 1 januari 2024. We gaan tussen nu en de volgende week donderdag, waarbij we het volgende gesprek hebben met Ravaxeur, gaan wij kijken wat we kunnen doen aan de verbetering van de belastingschijven, zodat daarin de koopkrachtverbetering in het salaris en in de inkomsten van mensen en kleine zelfstandigen door de Belastingdienst meer ruimte te laten geven, dat die koopkracht verbetert. En uit de eerste berekeningen die Ravaxeur laat zien, kan dat tussen de 8% en 15% zijn. We zijn er nog niet, maar die koopkrachtverbetering kan behoorlijk oplopen. Het tweede is, kunnen we kijken naar looncorrectie voor mensen in de overheidssector? We gaan daar naar kijken. Die ruimte is niet geweldig groot, maar er is wat ruimte. Er is een klein beetje ruimte en we gaan kijken. De president zegt, en ik denk dat dat een advies is dat wij willen overnemen in de gedachten die we gaan ontwikkelen tussen nu en de volgende week, waar we verder gaan praten en hopelijk besluiten gaan nemen. Laten we kijken naar nu en de helft van het volgend jaar. Want als er tussen nu en de helft van het volgend jaar, en dat gaat ook gebeuren, de verbeteringen weer duidelijker zichtbaar zijn, kunnen we misschien daarna weer nieuwe afspraken maken. Maar laten we kijken wat we nu kunnen doen voor de loontrekkers in de overheidssfeer. Er is een technisch team aan het werk gezet. En dat technisch team komt met uitwerking van de voorstellen die gisteren op het bureau van de president zijn gelegd. En die voorstellen hebben dus te maken met de belastingschijven. De voorstellen hebben te maken met, kan er iets gedaan worden voor de lonen en salarissen binnen de overheidssfeer. Bij die lonen en salarissen in de overheidssfeer is het belangrijk om in de gaten te houden dat als wij praten over 48.000 ambtenaren, dat we direct praten over andere groepen, ambtenaren en gelijkgestelden. En dat vaak voorzieningen van gepensioneerden in die discussie mee
meegaan. We moeten er heel voorzichtig mee omgaan, omdat je denkt, we praten over 48.000 ambtenaren, voor je het weet praten over in totaal 85.000 mensen die uitkeringen en salarisverhoging moeten krijgen. Dat maakt het dus ook moeilijk. In dat geheel blijft van kracht dat wij afspraken hebben om onze schulden terug te betalen. Die terugbetalingscapaciteit moet ook aanwezig zijn. En dat maakt het dus voor de regering moeilijk. Dat moeilijk niet, maar dat maakt het voor de regering zodanig dat het altijd passen en meten is. Dat wij beseffen dat de bonden zeggen van, kan er niet een beetje meer? Wij hebben in mei jongstleden laten zien dat we met de bonden hebben afgesproken dat waar wij zeiden we hebben 200 miljoen, dat we toen we wisten dat er meer ruimte was, dat die 200 miljoen opgetrokken kon worden naar 1,2 miljard. Maar u ziet ook dat het sindsdien heel duidelijk wat lastiger is, wat kritieker is, wat lastiger is, wat moeilijker is om uit te betalen. Het komt steeds vaker voor dat we aan het eind van de maand zeggen, die salarisbetalingen, we moeten alle zeilen bijzetten om dat te kunnen doen. Wij willen die situatie niet hebben. De inkomsten moeten beter. De inkomsten moeten beter bij belasting en douane. De eerste signalen zijn gegeven, worden gegeven. Wij willen meer inkomsten daar waar ze van gehaald moeten worden. En we willen ook, en in dat opzicht vinden we, ook in dat opzicht vinden we het IMF aan onze zijde. Wij moeten ervoor zorgen dat de spookambtenaren uit het systeem gaan. Uit de eerste evaluatie van minister Binnenlandse Zaken blijkt dat er in het ambtenarenkorps 8000 mensen zijn die van de 48.000 die zich niet geregistreerd hadden. Dat betekent dat bijna 20% van het ambtenarenkorps dat potentiële spoken zijn. Nou, een deel daarvan, iedereen mag, iedereen die zegt van nee, ik ben onterecht uit het systeem gegooid, mag zich verweren en mag zeggen van ik ben er onterecht uitgegooid. Dus die actie wordt nu ingezet. Maar dat er spookambtenaren verwijderd gaan worden, dat staat als een paal boven water. Die extra inkomsten gaan benut worden om ruimte te scheppen voor de ambtenaren die wel elke dag op hun plaats zijn en hun werk doen. De traditioneel, heel traditioneel, is Rafak Sür, de gesprekspartner van de regering. Dat betekent niet dat wij niet praten met anderen. Wij hebben de acties gezien van de gezamenlijke vakbonden. We hebben kennis genomen van de motie. Vandaag nog, donderdag, nodigen we de gezamenlijke bonden uit om aan tafel te zitten en kijken of er gezamenlijk opgetrokken kan worden door bonden. En dat wij gezamenlijk werken in de richting van oplossingen. Oplossingen zijn mogelijk. De oplossing is niet beleid maken en vervolgens dat beleid terugdraaien. De oplossingen zijn. Dat beleid is in uitvoering. Zorg ervoor dat er voldoende opvang is. Draai dat beleid niet terug waarbij je subsidies gaat geven aan rijken en waarbij je subsidies gaat geven aan illegale groepen. Dus in dat opzicht is het terugdraaien van maatregelen is geen optie. Het opvangen van kwetsbare groepen met additionele inkomens, met additionele opvang, dat zijn zaken waar de regering graag met de bonden over praat. En wij denken dat daar overeenstemming over bereikt kan worden. De voorstellen zoals die gedaan zijn, zijn goede voorstellen en die worden op dit moment uitgewerkt. Wij gaan ervan uit dat, zoals wij tot nog toe alle partijen hebben ervaren, ook de vakbeweging, als een zeer constructieve, betrouwbare partner die het ook moeilijk heeft, die ook met hun leden zit en onder de pressie van hun leden van wij hebben het moeilijk, de regering beseft dat. Het is niet zo dat de regering dat niet hoort. Maar wij kunnen doen wat mogelijk is en wij zoeken ruimte. En wij hebben tot nog toe die vakbeweging als goede partner daarin gevonden. Wij hopen ook dat partnerschap, wij vertrouwen erop, dat partnerschap gecontinueerd wordt, omdat de enige manier waarop wij uit de crisis gaan komen, en we gaan eruit komen,
we zijn bezig daaruit te komen, is in die goede dialoog, maar ook vooral met beleefdheid. Soms worden wat grenzen van beleefdheid worden overschreden. En ik moet zeggen dat ik soms respect heb voor het incasseringsvermogen van de president. Als ik hoor op welke wijze aan zijn tafel zaken aan de orde gesteld worden. En ik doe ook hier een beroep. Het mag hard zijn, maar laat het beleefd blijven. Het kan. Wij horen wel eens harde taal. Dat is niet erg. Wij beseffen dat mensen het moeilijk hebben. Maar laat het wel beleefd blijven. Wij denken dat dat kan. We hebben dat ervaren met Ravaksuur. We zijn er heel, heel blij mee. Wij zijn daar dankbaar om. Doorgaans zijn ook vrijwel alle andere leden van bonden met wie wij praten, zijn doorgaans ook zeer correct. En dat helpt in dat constructief overleg. Wij denken dat we hieruit kunnen komen zoals we dat tot nu toe hebben gedaan, met overleg. En wij roepen op dat wij dat overleg niet verlaten en dat we met elkaar om de tafel blijven zitten en de oplossingen verschaffen die mogelijk zijn. Wij denken dat er oplossingen kunnen komen die enige lucht en ruimte gaan bieden aan loontrekkers en kleine zelfstandigen. En wij denken dat daarmee de bonden ook deze keer belangrijke bijdrage gaan leveren aan oplossingen van de problematiek samen met de regering.